Zo. Nou, die ruimen we zo meteen wel even op. Beste kijkers, welkom weer in een aflevering van Anwar. En vandaag wil ik wat met jullie delen. Ik kom net van een jaarlijks onderhoud van een klant. En bij binnenkomst bij deze klant gaf hij gelijk aan dat hij laatste tijd op een onverklaarbare reden hoofdpijn had. Toen dacht ik, maar ik ben toen gewoon mijn onderhoud gestart. Ik heb de keten schoongemaakt en ik sluit altijd mijn onderhoud af met de O2-afstelling te controleren. En als nodig is, stel ik het nog bij ook. En als laatst doe ik de kap dicht om te controleren of mijn rookgasafvoer goed is en of die niet zijn rookgassen terugzuigt. Op het moment dat ik dus die kap dicht deed, zag ik dat mijn O2 zakte, flink zakte. En ik dacht, hé, dat is niet goed. Ik heb daar een videootje van gemaakt. Ik ga jullie dat ook even laten zien. En daarna kom ik terug en dan ga ik vertellen wat ik heb gevonden. Want dat is echt super, super gevaarlijk. Laten we even beginnen. Dit is mijn Euroindex apparaat. En je ziet dat hij nu op 4,7 O2 heeft op hoogglas. En bij de Avant is dat natuurlijk perfect. En ik ga nu de kap dicht doen. En dan zal je zien, op het moment dat ik hem dicht heb, gaat mijn O2 flink omlaag. Nou, even opletten. Kijk, en dan zie je nu dat hij flink zakt en ook heel snel. En dit is voor mij een teken dat in elk geval dat de ketel zijn rookgassen terugzuigt, want dat meten we. En dat kan natuurlijk zijn dat er iets aan de hand is. Hier controleer ik eventjes of ik wel mijn meter goed erop heb gezet. Ik kijk even naar mijn apparaat. Ik denk, nou ja, dat blijft laag. En op hooglast is hij nog steeds aan het draaien. En ik denk, dan weet je wat, even checken. Ik doe die voorplaat even open en dan zie je ook dat daarna, op het moment dat ik hem open doe, dan haalt hij zijn verbrandingslucht van de ruimte waar die zit. En dan zie je dus dat mijn O2 weer omhoog gaat. En zo zie je maar, hè, hoe belangrijk meting is. Hoe belangrijk is dat je je werk gewoon goed doet. Deze ketel heeft een installateur ongeveer 4 à 5 jaar geïnstalleerd en hij heeft de rookgasafvoer twee keer, van de rookgassen van de luchtvoer 2x80 heeft hij via de keukenkast aan de bovenkant naar de achtergever gebracht. En daaromheen is er een betimmering gemaakt later en in die betimmering was de rookgas verzakt. Of in elk geval uit zijn bocht verzakt. En dus de ketel die stootte zijn rookgassen rookgassen in de betimmering. En dan uiteindelijk kwam het in de ruimte waar mevrouw verblijft. En dat is de woonkamer, want ze hadden al de open keuken. Dus heel erg gevaarlijk. En dat brengt mij ook even op het andere video, want ik wil het vandaag eigenlijk hebben over koolmonoxide. Want er gebeuren te veel ongelukken met koolmonoxide. En het is eigenlijk niet meer van deze tijd dat er nog steeds elke jaar zoveel doden vallen. En deze video, het zijn waar gebeurde verhalen en het is een reconstructie. Het is echt heel zielig. Nou, laten we gewoon even beginnen. En dan gaan we kijken hoe gevaarlijk dat is eigenlijk. Koolmonoxide-ongevallen komen vaker voor dan we denken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid vermoedt dat het werkelijke aantal slachtoffers 3 tot 5 keer zo groot is als wordt aangenomen. Ook het beeld van oude en slecht onderhouden gijzers of gaskacheltjes als voornaamste bron moet worden bijgesteld. In bijna de helft van de onderzochte gevallen werd de koolmonoxidevergiftiging veroorzaakt door een moderne cv-installatie. Moderne installatie. Had je niet verwacht, hè? Je zou kunnen zeggen, hé, oude kachels, oude gijzers. Deze apparaten werden bovendien meestal periodiek door een installateur onderhouden.
Hoe komt het dat er in Nederland elk jaar nog steeds honderden koolmonoxidevergiftigingen voorkomen waarbij slachtoffers te betreuren zijn? Waarom heeft de toegenomen kennis en de modernisering van verwarmingstoestellen niet geleid tot het uitbannen van koolmonoxideongevallen? Naar deze zaken heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek ingesteld. Ja, dat zijn belangrijke vragen. In de avond van 5 januari 2012 kwam bij de politie een melding binnen dat drie vriendinnetjes van 10, 11 en 12 jaar oud in de badkamer van de woning van één van hen waren en niet meer reageerden. Nadat de badkamerdeur was geforceerd, werden twee meisjes levenloos in bad aangetroffen. Het derde meisje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere bewoners die beneden in de woning verbleven hadden ook vergiftigingsverschijnselen. In de bijkeuken op de begane grond hingen een gasgestookte HR-CV-ketel en een badgijzer. De toestellen waren 3 maanden voor het ongeval nog geïnspecteerd en onderhouden. De stormachtige wind die avond verstoorde de afvoer van rookgassen uit de brandende gijzer. Doordat de afvoer verkeerd was geplaatst, stuwde de wind de rookgassen terug de bijkeuken in. Hierdoor recirculeerde lucht in en om de gijzer. Recirculatie is een veel voorkomende oorzaak van het ontstaan van koolmonoxide. De bijkeuken vulde zich met het giftige, reukloze en onzichtbare gas. Deze stond met een stortkoker voor wasgoed in verbinding met de bovengelegen badkamer. De mechanische afvoer in de badkamer zoog de giftige rookgassen hierdoor naar boven, met de fatale afloop als gevolg. En ongelooflijk, ik blijf het heel erg vinden. Zo zie je maar hoe belangrijk onderhoud is, maar ook een koolmonoxideapparaat of een koolmonoxidemelder, dat had hier echt zijn werk gedaan. Ongelooflijk, had je echt levens mee kunnen besparen. Een ongeval met koolmonoxide kent altijd 2 gebeurtenissen. Allereerst moet het toestel een hoge concentratie koolmonoxide produceren. Dit gebeurt meestal door onvolledige verbranding met te weinig zuurstof of recirculatie. Vervolgens moet de ontstaande koolmonoxide in de ruimte, bijvoorbeeld een woning, terecht kunnen komen. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs dezelfde woning te zijn als waar de koolmonoxide ontstaat, zoals uit het volgende voorval blijkt. Op 25 december 2010 zijn in dit flatgebouw 2 jonge mensen overleden aan koolmonoxidevergiftiging. Het gebouw was onlangs gerenoveerd. De cv-installatie op de begane grond was nieuw, maar verkeerd afgesteld. Daardoor produceerde deze veel koolmonoxide. Achteraf bleek dat de afvoer van deze cv niet goed was geïnstalleerd en los zat, waardoor de koolmonoxide door een schacht en het verlaagde plafond in de bovenste woning vrijkwam. Ook in de naastgelegen woning was een dodelijke concentratie koolmonoxide aanwezig, maar hier waren de bewoners gelukkig niet thuis. Dit ongeval toont aan dat zelfs een nieuwe installatie die door een gecertificeerd bedrijf wordt aangelegd, dodelijk kan zijn als aan de 2 eerder genoemde voorwaarden wordt voldaan. Het toestel produceert veel koolmonoxide en deze kan in de woning vrijkomen. De onderzoeksraad concludeert dat in bijna de helft van alle onderzochte gevallen een cv-ketel de bron is van koolmonoxidevergiftiging. Gijzers zijn voor minder dan 1/3 van de ongevallen verantwoordelijk. Wat verder opvalt, is dat deze toestellen in de meeste gevallen recent waren aangeschaft of periodiek werden onderhouden door een erkende installateur. Oftewel een installateur met een kwaliteitslabel. Bewoners en eigenaren kunnen er niet van op aan dat een installateur met een kwaliteitslabel vakmanschap levert. Ongelooflijk, jongens. Dat erkende installateurs zulke fouten kunnen maken. En het is ook gelijk meteen ook het bewijs dat er heel veel installateurs door grote bedrijven, maar ook erg onder druk worden gezet. Want hoe kan dat nou dat er bedrijven zijn die de monteurs 8 tot 10 onderhoudjes op een dag geven? Als je gewoon normaal nadenkt, dit kun je niet goed uitvoeren in 8 uur. En onderhoud van jouw cv-ketel duurt gemiddeld, dan ben je echt puur alleen maar met de ketel bezig, en ik heb het nou niet over de rijtijd en dat je spullen naar boven brengt, ben je echt 1/2 uur mee bezig. Dan pas voer je je onderhoud uit.
Dus als je 8 uurtjes werkt en je krijgt 8 of 10 klusjes en je moet er naartoe rijden, en dat ga je niet redden. Dus dat is ook echt voor de monteurs, mocht jij helemaal dicht gepland worden, praat hierover met jouw werkgever en geef aan, jongens, wij worden ingehuurd om deze ketens goed te beheren. Laten we dat dan ook doen. En voor de consumenten, jongens, laat je keten onderhouden. Ga niet denken, joh, dat is weggegooid geld. Ik heb mijn keten nooit onderhouden en het is altijd goed gegaan. Je ziet hier wat er kan gebeuren. Je ziet hoe gevaarlijk dat is. En ga ook als je een abonnement afsluit, kijk niet naar de prijs. Want er wordt heel erg geconcurreerd met de prijzen. En dit is het bewijs, dit is het gevolg van hele lage contractprijs. Want soms zie je dus dat er een contract afgesloten wordt voor 4 euro per maand. Dat kan gewoon niet, want een installateur kan jouw keto niet op jaar voor 60 euro goed onderhouden. Dat is voor hem niet rendabel. Dus dan kan het niet zijn dat hij alleen maar prutswerk gaat leveren en dat hij alleen maar visueel naar de keto kijkt en die zegt, hoi, de keto is goed, en hij plakt er een sticker op. Zo zie je maar. Laten we even verder kijken. Ik ben wel benieuwd hoe eigenlijk hoe de connecties ontstaan. De onderzochte apparatuur valt niet uit als deze onveilig functioneert. Bij de badgijzer drukte de wind de rookgassen terug naar binnen, maar deze sloeg niet af. De afvoer in de flat was ondeugdelijk aangelegd, maar dat werd niet opgemerkt. Het systeem van verwarmingsapparatuur is bovendien niet beveiligd tegen menselijke fouten. De cv-ketel in de flat was verkeerd afgesteld, waardoor heel veel koolmonoxide werd geproduceerd. En zo zie je maar, jongens, hè, dan wordt er een ketel geïnstalleerd en dan wordt er niet afgesteld. Of hij wordt slecht afgesteld. Neem daar de tijd voor. Controleer jouw ketel wanneer je die hebt geïnstalleerd of die goed brandt. Kijk wat er kan gebeuren. Maar deze bleef functioneren. Koolmonoxide is een uiterst giftig, maar reukloos, smaakloos en onzichtbaar gas. Dat maakt dat vergiftiging door blootstelling vaak niet wordt opgemerkt. De eerste tekenen van vergiftiging lijken betrekkelijk onschuldig. Ze kunnen echter snel leiden tot blijvende schade aan de gezondheid, of erger. Op 21 januari 2013 trof de beheerder van een permanent bewoond vakantiehuis de bejaarde bewoner dood aan. Een arts en de politie constateerden een natuurlijke dood. Een zoon van de man kwam naar de woning vanwege het overlijden van zijn vader en bleef daar overnachten. De volgende dag bleek ook hij overleden. De wederom gealarmeerde politie vermoedde voor het eerst koolmonoxide. De agenten hadden de avond tevoren al last van hoofdpijn gehad, maar deze toen niet aan koolmonoxide gekoppeld. De brandweer kon uiteindelijk met meetapparatuur een dodelijke hoeveelheid koolmonoxide vaststellen. De oorzaak bleek de cv-installatie. Deze was 3 maanden eerder geïnstalleerd. In het vakantiepark wordt gestookt op propaangas. De installatie was daar niet op aangepast. Bovendien was de rookgasafvoer verkeerd bevestigd, waardoor deze lekte. De bewoner dood. Ja, ik zal een link achterlaten waar je de hele video kunt zien. En ik zal het zeker doen, jongens. Kijk naar deze video. Dit is een wake-up call. Deze video draait al een tijd op het internet en dat is juist heel goed. Maar er moet meer aandacht aan worden besteed. En ik hoop echt dat ik met deze video bepaalde mensen heb wakker gemaakt en dat ik jou getriggerd heb, zodat je wel jouw keten laat onderhouden. En luister, ik zoek geen werk, hè, voor de duidelijkheid. Ik ben gewoon bezorgd dat er ongelukken kunnen gebeuren. Ik heb het nu vandaag meegemaakt. En voor de installateurs, doe wat jij beloofd hebt. Doe wat er van jou gevraagd is. En zorg ervoor dat de keten goed is afgesteld en dat je alles hebt nagestekt, zodat jou niks kwalijk hoeft worden te genomen en dat jij jezelf altijd goed in de spiegel kunt blijven kijken. Jongens, vond je deze video leuk? Geef een dikke duim omhoog. En ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye!